Hey, ik ben Sophie van Bolero en vandaag leer ik jullie hoe de beurs werkt. We starten met een klein stukje geschiedenis. Uh, de beurs zoals we die kennen uit de films waarin... Uh, Martenzalen vol zenuwachtige brokers met papiertjes rondlopen. Die tijd is voorbij. Het is vandaag een heel stuk makkelijker en sneller om orders uitgevoerd te krijgen. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk precies, zo'n beurs? Wel, als we in detail gaan kijken, dan starten we altijd met een klant die een transactie wil doen. Laat ons zeggen, een aankooporder. Die klant neemt daarvoor contact op met een broker, zoals bijvoorbeeld Bolero, die in zijn plaats het order naar de beurs stuurt, want uiteraard kan je dat niet zelf als particuliere belegger. Je geeft de details van het order door aan de broker die het voor jou naar de beurs stuurt. Na de uitvoering volgt het proces van de clearing and settlement. Dit is een procedure waarbij in de eerste plaats gezorgd wordt dat de verkoper zijn geld ontvangt en dat jij als koper je aandelen ontvangt. De broker waar je jouw aandelen in bewaring geeft, zal deze veilig bewaren bij een custodian, ook wel bewaarnemer genoemd. Er zijn twee manieren hoe beurzen werken. Dit kan prijsgedreven zijn of ordergedreven zijn. De beurzen die werken volgens het principe van de prijsgedreven handel zijn onder andere de beurs van Euronext, de New York Stock Exchange en de Frankfurt, etc. Als er gewerkt wordt via ordergedreven beurshandel, dan gebeuren de transacties rechtstreeks tussen kopers en verkopers. Als je koper bent, koop je met andere woorden rechtstreeks van de verkoper en als verkoper verkoop je rechtstreeks aan een andere koper. Dit is een bijzonder transparant systeem en alle openstaande orders worden getoond in het orderboek. Bij Bolero kan je voor de beurzen van Euronext het orderboek raadplegen tot 10 lijnen diep. Dit transparante systeem van handeldrijven zorgt ervoor dat het makkelijk is om na te gaan of je order uitvoerbaar is of niet. We bekijken even het voorbeeld van AGEAS. Ik heb hier een voorbeeld genomen uit het verleden Waarbij je ziet dat aan de ask-zijde, dus de kant van de verkopers, op dat moment 79 aandelen te koop werden aangeboden aan 42,69 euro per stuk. Als jij als koper die prijs zou bieden, dan bekom je de aandelen. Aan de andere kant, aan de bidzijde, zien we dat er momenteel 420 aandelen te koop gevraagd worden aan 42,68 euro per stuk. Het is normaal dat voor aandelen die zeer frequent verhandeld worden en dus heel liquide zijn, deze spread of dat verschil tussen bid en ask klein is. Het zal je ook opvallen als je andere aandelen in detail gaat bekijken die minder frequent verhandeld worden en dus minder liquide zijn, dit verschil of deze spread groter zal zijn. Het tweede principe dat we in detail gaan bekijken is de prijsgedreven beurshandel. Dit principe zien we terugkomen op de Amerikaanse OTC-markten, de Nasdaq-beurs, maar ook enkele aandelen op de Londense beurs worden via de prijsgedreven handel verhandeld. De prijsgedreven beurshandel gebeurt niet rechtstreeks tussen kopers en verkopers, maar gebeurt via marketmakers. Marketmakers zijn professionele beurshandelaren die optreden als tussenpersoon en zij zorgen eigenlijk voor de liquiditeit. Met andere woorden, als koper koop je steeds van de marketmaker en als verkoper verkoop je steeds aan de marketmaker. De winst die de marketmaker maakt die zit in het verschil tussen de bid en ask die hij afficheert. Opnieuw bekijken we een voorbeeld. Bijvoorbeeld in deze situatie van Microsoft. Zien we dat de marketmaker een bidprijs afficheert van 106,38 dollar en een askprijs van 106,55 dollar. Als je hier zou willen kopen, zou je 106,55 dollar moeten betalen om de aandelen te kunnen verwerven. De beurzen zijn natuurlijk geen 24 uur per dag geopend. Op de beurzen van Euronext, waaronder de beurs van Brussel, Parijs of Amsterdam, kan je handelen tussen 9 uur en 17 uur 30. Maar al voor 9 uur gebeurt er heel wat op dat de beurs kan opengaan. Tussen kwart na 7 en 8.30 uur 30 worden de orders verzameld. Om 8.30 uur 30 worden ze naar de beurs gestuurd, en om 9 uur wordt, op basis van het evenwicht tussen vraag en aanbod, de openingskoers bepaald. Dit wil ook zeggen dat de kans bestaat dat er geen evenwicht bereikt wordt en in dat geval zal de openingskoers niet plaatsvinden om 9 uur, maar later op de dag. De continue handel loopt tot 17.30 uur en om 17.30 uur gebeurt eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurt om 9 uur. Opnieuw wordt er getracht een evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod voor de bepaling van de laatste koers op de dag, namelijk de slotkoers. Op de Amerikaanse beurs kan je handelen volgens de Belgische tijden 15.30 tot 22 uur. Wil je een aandeel aankopen? Dan zoek je het op via de Bolero website en dit kan op basis van de naam, de e-zin of de ticker. Let daarbij op dat je het juiste aandeel selecteert, want het zou kunnen dat een aandeel op verschillende markten verhandeld wordt maar ook dat er aandelen zijn met een soortgelijke naam als hetgene wat jij wil aankopen. Heb je het juiste aandeel gevonden, dan selecteer je het en je drukt op de oranje knop aankoop verkoop. Als eerste zal je moeten aangeven dat je wil aankopen of verkopen en je vult het aantal stuks in. Rechts op je scherm zie je alvast staan hoeveel stuks je kan aankopen met de cash die op je bolero rekening staat. Daaronder zie je een aantal staan dat je kan aankopen, inclusief je tradingmarge. Die tradingmarge is op basis van je cash saldo plus een flexibiliteit die Bolero aanbiedt, zodat je niet eerst zelf het geld op je rekening moet plaatsen. Dit zorgt ervoor dat je geen aankoopkansen hoeft te laten liggen. Nadat je het aantal stuks hebt ingegeven, laten we nu het voorbeeld nemen 15, geef je aan hoe je wil dat het order wordt uitgevoerd. En je hebt daarbij twee keuzes. Ofwel het best execution beleid ofwel specifiek de volumemarkt. Die volumemarkt, wat is dat nu eigenlijk? Wel. We kijken even naar het aandeel KBC Bank. Het aandeel wordt verhandeld zowel via Euronext Brussel als de beurs van Frankfurt. Via Brussel wordt het gemiddeld 563.000 keer per dag verhandeld en via de beurs van Frankfurt ongeveer 110 keer per dag. De beurs waarop het meeste volume verhandeld wordt is de volumemarkt. In dit geval is het duidelijk Euronext Brussel. Je kan er ook voor kiezen om het order te laten uitvoeren via het best execution beleid van Bolero. In dat geval zal Bolero voor jou de best mogelijke uitvoering nastreven en dit is eigenlijk voor jou als klant de eenvoudigste oplossing. Die best mogelijke uitvoering kan gaan op basis van de snelheid van de uitvoering, een betere prijsvorming of op basis van de kosten. Zoals daar zijn het makelaarsloon, de beurstaksen, wisselkoerskosten en zo verder. Vervolgens kies je je ordertype. Er zijn vier ordertypes, namelijk het marktorder, het limietorder. Het stop en het stop En elk van deze ordertypes heeft zijn eigen voor- en nadelen. Aan de hand van enkele voorbeelden zal ik toelichten in welke situatie welk ordertype het meeste aangewezen is. En we beginnen met het martorder. Het martorder heeft als grootste voordeel dat het absolute voorrang heeft op alle andere orders en dus steeds onmiddellijk uitgevoerd wordt. Is daarbij zo dat je. Alles koopt wat er in de markt aanwezig is tot je order is uitgevoerd. En je hebt met andere woorden geen enkele controle over de prijs. Ik heb als voorbeeld in deze slide een fictieve situatie toegevoegd waarbij we de werking daarvan kunnen aantonen. Op de rechterkant in de slide zie je alle verkooporders die inliggen. En in de linkse kant zien we als eerste order een belegger die 5000 stuks wil kopen aan de hand van een marktorder. Als eerste zal hij uitvoering krijgen van de 1000 stuks aan 5,60 euro, vervolgens de 1500 stuks aan 5,61 euro, daarna de 2000 stuks aan 5,62 euro en het restant, de overige 500 stuks worden aangevuld uit het order aan 5,63 euro. De gemiddelde aankoopkoers die deze belegger betaalt voor zijn aandelen ligt dus ergens tussen 5,60 en 5,63 euro per aandeel. Als je marktorders zou plaatsen buiten de openingsuren van de beurs, dan is het belangrijk om te weten dat de prijs waartegen de, het aandeel de volgende dag opent sterk kan verschillen van de prijs waartegen het aandeel gesloten is. Bij een marktorder krijg je uitvoering. Aan de eerstvolgende prijs, maar dit is de openingskoers van de volgende dag en die kan je dus vooraf niet kennen. Het tweede ordertype dat we bekijken is het limitorder. Bij een limitorder bepaal je zelf hoeveel je per aandeel wilt betalen, bijvoorbeeld 50 euro, of hoeveel je per aandeel wil ontvangen als je een verkooporder plaatst. Een limitorder wordt heel vaak gebruikt door beleggers omdat dit je toch een bepaalde zekerheid geeft over de prijs die je zal betalen of ontvangen. Het nadeel kan wel zijn dat als er onvoldoende vraag of aanbod is in de markt, dat je order niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Over die gedeeltelijke uitvoeringen straks meer. Naast het marktorder en het limietorder zijn er nog twee andere iets meer gevorderde orders, namelijk het stoplosorder en het stoplimietorder. Het stoplosorder is eigenlijk een variant op het marktorder waarbij je de aandelen wil bijhouden, maar een verder verlies wil beperken of je behaalde winst wil veiligstellen. Ik geef opnieuw een voorbeeld om dit verder toe te lichten stel dat je een bepaald aandeel kocht in het verleden aan 20 euro en het aandeel staat op dit moment 30 euro. Dan wil je de aandelen bijhouden tenzij dat de prijs van het aandeel zakt tot 26 euro. Dit niveau, die 26 euro, dat noemen we de trigger. Op het moment dat de trigger bereikt wordt, wordt je order naar de markt gestuurd als een marktorder en krijg je dus zoals bij een gewoon marktorder Uitvoering aan de eerstvolgende prijs. Het voordeel van het stop-los-order is dat je zeker bent dat je order sowieso uitgevoerd wordt, je weet alleen niet aan welke prijs dat dat zal zijn. Zolang de prijs van je aandelen boven de 26 euro blijft, dus boven je trigger, blijven de aandelen wel in je bezit, ook al stijgt de prijs verder door naar bijvoorbeeld 35 of 40 euro. Het laatste ordertype dat we bekijken is het stoplimietorder. Dit order is vergelijkbaar met het stoplosorder, maar in tegenstelling tot het stoplosorder wordt bij het bereiken van de trigger het order niet naar de markt gestuurd als een marktorder, maar als een limietorder. Je dient dus niet enkel een trigger op te geven, maar ook een limiet een minimale prijs die je wil ontvangen bij het verkopen van je aandelen. Dit ordertype wordt ook gebruikt om je winst veilig te stellen of een verder verlies te beperken en werkt zoals een limitorder, zoals eerder gezegd. Opnieuw een voorbeeld om de werking verder toe te lichten. Stel dat je opnieuw dezelfde aandelen kocht aan 20 euro, ze staan vandaag 30 euro. Je plaatst een trigger op 26 euro, maar je wilt toch enige controle houden over de prijs die je per aandeel zal ontvangen. Dan plaats je een limiet op 25,5 euro. Misschien een interessant voorbeeld of een interessante situatie om het verschil tussen het stoplimietorder en het stoplosorder te vergelijken. Bij het stoplosorder, zoals ik beschreven had, plaats je een trigger op 26 euro, terwijl de aandelen vandaag 30 euro staan. Bij het stoplimietorder zoals ik beschreven had, plaats je een trigger op 26 euro met een limiet op 25 euro. Stel dat op een avond de beurs sluit aan 27 euro per aandeel. De volgende dag opent de beurs aan 24 euro per aandeel. Je stoplosorder wordt sowieso uitgevoerd. Je trigger stond op 26 euro, die is bereikt, en je krijgt uitvoering aan 24 euro per aandeel. Dit is immers eigen aan de werking van het stoplosorder of de variant op het marktorder. Je stoplimietorder met de limiet op 25,5 euro wordt niet uitgevoerd. De aandelen zijn immers maar 24 euro meer waard bij het openen van de beurs, ook al is je trigger bereikt, maar je limiet is niet meer haalbaar. Je vraagt meer dan wat er in de markt geboden wordt voor deze aandelen. Als je een order plaatst met een limiet, zijn er een aantal regels waarmee je rekening moet houden, namelijk de cijfers waarop je afrondt. Ik toon het opnieuw aan, aan de hand van ons aandeel Telenet dat we al hadden openstaan. Als we gaan kijken in de diepte van de markt, dan zien we dat alle openstaande orders afgerond worden in veelvouden van 2 cent, namelijk 29,84, 29,82 en zo verder. Deze afrondingsregels noemen we de tick size. Ze staan opgelijst op de website van de beurzen eh, in kwestie, maar je kan de informatie het makkelijkst terugvinden via de diepte van de markt op de Bolero website. In het geval van Telenet is de afrondingsregel per 2 cent, of de tick size is 2 cent. Maar dat is niet zo voor elk aandeel. De afrondingsregels worden bepaald op basis van het gemiddeld volume, de prijs van het aandeel en de marktkapitalisatie. Kijken we bijvoorbeeld naar het aandeel Care Property Invest, dan zien we dat de openstaande orders telkens afgerond worden in veelvouden van 5 cent. 24,60, 24,55 en zo verder. Als je ingestelde limiet niet zou voldoen aan de marktregels, dan zal het ordersysteem van Bolero je daarop wijzen. Vervolgens moet je opgeven hoe lang je wil dat je order geldig blijft. Je hebt daar opnieuw twee keuzes. Een dagorder of good till date. Een dagorder houdt in dat het order enkel deze handelsdag geldig blijft. Als je een limiet opgeeft en het order is niet uitgevoerd tegen dat de beurs sluit, zal het order automatisch geannuleerd worden? Wil je dat niet of wil je een order plaatsen buiten de openingsuren van de beurs, dan kan je beter kiezen voor de optie Good Till Date. Via het kalendertje kan je aangeven hoe lang je wil dat het order geldig blijft en je kan daarbij enkel kiezen voor dagen waarop de beurs geopend is. Als laatste vakje moet je aangeven in welke munt je wil dat het order afgerekend wordt. Standaard staat dat op euro, maar als je rekeningen hebt in andere munten, kan je kiezen voor een andere munt. Bijvoorbeeld Amerikaanse dollar of Canadese dollar. Ten slotte teken je het order en wordt het naar de markt gestuurd. Wanneer je order ten slotte volledig geregistreerd is, wordt het naar de markt gestuurd, klaar om uitgevoerd te worden. De orders die in de markt komen, worden uitgevoerd in de volgorde dat ze in de markt komen. En dit is belangrijk om te weten voor het geval je niet de enige belegger bent die aan een bepaalde prijs aandelen wil aankopen. Je kan dit eigenlijk vergelijken zoals wanneer je naar de bakker gaat. De eerste die zijn order plaatst, zal als eerste uitvoering krijgen van zijn order of van zijn pistolees bij de bakker, daarna de tweede, vervolgens de derde en zo verder. Kan je order toch niet volledig uitgevoerd worden, dan zal het gedeelte dat wel al uitgevoerd kan worden ook uitvoering krijgen. Opnieuw een voorbeeld hierbij. Stel dat jij de belegger bent die 300 stuks wil kopen aan 50 euro maar vijf minuten eerder was er een andere belegger die 200 stuks wilde kopen aan 50 euro. Deze belegger staat dus voor jou in de rij. Aan de verkoopzijde is er een belegger die 400 aandelen aanbiedt aan 50 euro. De eerste belegger met zijn 200 stuks zal dus volledig uitvoering krijgen. Het overige gedeelte van het verkooporder van 400 wordt uitgevoerd voor jou. Namelijk 200 stuks. Van de 300 stuks zijn er dus al 200 uitgevoerd. De overige 100 stuks blijven in de markt liggen tot wanneer er een nieuwe verkoper komt of tot wanneer je order geldig is. Ziezo, nu weet je hoe de beurs werkt. Wil je toch nog meer weten over beleggen? Check dan zeker onze andere video's op ons YouTube-kanaal of op onze website.